Uitgenodigd. Oké, hoi. Gaan we duo showdown spelen? Voor Edgar te pushen naar rang 25? Ja. Is goed. Wanna fight the fang? Hoe gaan we het aanpakken? Ik zou zeggen, we kunnen een beetje gaan campen en misschien ook een beetje. Ja, jij moet eerst eigenlijk wachten tot je je super hebt. Ja. Een redelijk ervaren fangspeler. Zo, we hebben al 3 krachtpunten. Ik vind deze reactie heel grappig, zo gewoon een blij mannetje. Oeh. Ik ga op Dynamite springen. Ja. Ja, ik heb Dynamite. Ja, oh, oh mijn god, opeens staat er een Shelly met super naast mij. Echt. Ik vind hem deze kist. Nee. Oh. Maar die cat heeft je wel geholpen. Ik kreeg min 5 trofeeën in 1 keer. Ja, min 6. Dat is veel. Oh, als ik met mijn El Primo voor laatste word in solo showdown, min 10. Wat? En ik krijg maar plus 9. Oh. Dat is eigenlijk nog wel plus 9. Ja, ik krijg maar plus 9 al was ik eerste. Dat is zo. Oh, hier erin een met Oekraïense vlag. Oh, hey! Die oh, nee! Is een nee! Lente. Ik weet dat die in de club zit, die Oekraïne. Nee, zo. Open dat doosje gewoon en nog niet de krachtpunt pakken. Ja. Ik ga... Ik ken zo. Hier voor die cold gaan. Oh, oh mijn god, ik word geliefd nipt. Ik word geliefd nipt. Zij denken dat ik verder ben gelopen. Maar dat is dus niet. Hoppakee, Edgar. Hier, ik spring op... Die cold hier, super sterk. Die heeft een one shot. Die heeft mij twee shots. Dus. Even kijken. Maar ik heb een gadget en dan kan ik die laten stilstaan. Wacht. Oeh. Ik had hem bijna. Oh, die. Oh, lekker. Nee. Ik word wel gestumd. Ik raad deze wel gewoon op, want okay. Ik ben nu heel sterk. Die brok is kracht level 1. Nee, die heeft 1 dinges. Ja, maar die is ook kracht level 1, zeker en zijn HP. Want 1 krachtpunt geeft 400 HP. En kracht level 1 met een knokker brok. Dan heb je 2400 levens. Even kijken. Die Dynamite ook al super. Die Dynamite is ook al heel zwaar, kracht level. Wat? Ja. Ik ga voorzichtig spelen, want de Shelly kan het veel. Dat was echt leuk hoe je hebt opgelost. Oké. Okay. Huh, ik kreeg maar plus... Ah ja, dat is logisch. Oeps, ik dacht heel even... Huh, normaal kreeg ik toch plus 10, maar ik kreeg maar plus 9, hè. Bij ja. Altijd als van je hier of helemaal links moet je altijd naar hier komen, want hier spant niemand. En als je naar boven gaat, ja, dan heb je niks. Want daar zijn al mensen, daar hebben al mensen die kistjes geopend. Mm-hmm. Wacht. Zijn jij die kamertje? Oh, dat is net. Oh, we hier. Heel sterk. We hebben namelijk paar krachtpunten. En wanneer Antje lekker. Oh, hier geel. Dat is de geel. En hier nog een boel. En daarna hebben we nog een gewoon liefje. Oeh, dat is jammer. En nu heel goed op.
Die Jackie. Die Jackie. Wacht. Shelly die komen, maar ze schieten hem niet, dus dan kan ik die killen. Oké, okay, hier kan ik hem weg. Okay. Nee, die is nog one shot. Ja. Oh, kom, Shelly. Shelly is die knop. En nu wegspringen. Hoe dan? Ik sprong over zijn laatste shot. Oh, hier. Pas op, in de bosjes. Ja, maar dit team geeft het al op. Ja, de Sandy geeft het op. Haha. En nu spring ik op de bil. Hoe gemakkelijk was dit potje wel niet? Ja, maar ook hier was ik. Ook was het opnieuw aan, dat was ook handig. Ja, kun je eens kijken of ik die ook had. Ik moet met. Kijk, ik moet vanop opnieuw drukken. Ah ja, 10 keren moet ik dat doen. Maar ik moet gewoon 160.000 schade aanrichten. Ik kreeg 500 tokens met Edgar. Ja, en ik had het met de stomste knokker ooit, met Poco. Ik doe 875 damage met Poco en dan heb ik zo'n stomme opdracht. Oh, dit is een irritante plek. Waarom? Ja. Hier zijn niet zoveel kistjes. Zit je wel direct in het midden? Op Max? Wacht, oh, ik kan Ems, Edgar? Bezig. En nu, dan kon jij in die tijd. Waarom is alle team bijna een Edgar? Ja. Maar wij hebben de beste Edgar, dus ja. Zij kunnen niet veel. Oké, zet je? Nog een keer stun. Pas op! Ah! Op ons. Het was echt een 5 of zo. Oh ja, we zijn weer vergeten opnieuw te drukken. Ah! Moet daar beter aan denken. Ik ga gewoon een Rico. Die is super laag, maar ik heb wel kracht level 6 en maar op mijn hoofd komt heb ik 700 kasteeën. Nee, ik heb die kracht level 6. Heb ik die kracht level 5? Oké. Oké, dit is... Wacht, pas op, Mortis. Lekker. Die is de gadget volgens mij. Oeh. Ik ben zo goed gekregen. Een video aan het opnemen. 9 krachtpunten, lekker. Dit was het simpelste potje ever. Op opnieuw. Maar dat was het simpelste potje ooit. Dat duurde een minuutje of zo. Ja. Oh, met 1 kistje balen. Maar hier zijn er heel veel in het midden. Kom, hier kan je zo 2 hitten. Oké, we kunnen naar dat paar jatten. Die kont is een bot, zag ik. Moeten we nu serieus... Allee, het leek even dat we tegen bots moesten, omdat die kont een bot was. Ja, want die Daryl is ook een bot. En die pool is sowieso geen bot. Ja, die Colt is een bot. Haha. Let op de jump. Oké, ik ga hier mijn super op doen. Dit is... Nee. We zitten niet in een spel waar alleen maar bots zijn. Maar iedereen laatst en de meeste zijn bot. Want er is een Colt die een skin heeft. En een skin kan je niet als bot hebben. Een bot heeft nooit een skin dus. Nou, oké, dat is easy win. Easy. En er stond gewoon nog een kistje. En nu op opnieuw drukken. Ik moet nog 4 gevechten winnen. En dan krijg ik nog eens 1500 kans. Ja, ik moet nog 1 gevecht winnen en dan heb ik 500 tokens. Ah, ja, tokens.
Wat snel deze open en onmiddellijk naar hier lopen. Ja, ik ben... Want hier... Maar er is niemand. Jawel, een bol alleen. Die kan ik niet easy aan, maar hij kan mij ook niet easy aan. Want wat doet Jonas? Wat doet jij? Oh, ik heb de bol. Die gaat ook lekker. Bye, Tom. Ik heb gewoon een team uitgeschakeld. Ik ook. Ik heb er ook alleen uitgeschakeld. Hier nog een boel en een nani. Was dat nani en boel zijn wel heel sterk. Nee, ik heb nee, die. Dat is een boel. Oh. Oh. Okay. Easy. Easy. Oh, wel, dit zijn echt easy wins. Hoe komt dat? Gewoon omdat ik denk ik nu een lagere knakker heb en het is maar op 500 kp ongeveer. Ja, ik ben gewoon om op 600, 700, 800 kp te spelen. Ja. Yeah. Dus jij vindt het eigenlijk gewoon... Deze online mensen vind je eigenlijk ook bots. Nee, niet echt bots, maar ik vind ze niet ook. Oh joh, dat was geen gemakkelijk. Woehoe! Waarom ging je springen? Gewoon omdat je er binnen had of wat? Oh, ik moet wel oppassen. Oh, dat was slim van die Barry. Kijk. Die deed zo super en daar nog een ketje. Oké, okay, en nu kunnen we dat team killen, normaal gezien denk ik. Oh nee, ik bleef... Ik lagde! Ik bleef hangen, nee! Ja, Barley deed een gadget. Nee. Wow. Ben je low, ben je low? Doe je gadget! Ik heb ze al allemaal gebruikt! Ja, oké, okay, ik heb hem! Wow. Ik was echt vijf. En oké, nu hebben we. En zijn teamgenoot is een boel. Nee, het was een Shelly. Hallo, boel. Die zat de hele tijd. Ja, oké. Oké, het was zo'n boel. Maar hoezo zijn het zo makkelijke wins? En op. Ik moet. Jonas, ik moet nog 2 potjes spelen en dan heb ik gewoon 1500 coins. Snel op, opnieuw. Oh. Dat was echt op 1 seconde. Ja, bij mij stond er 0 en daarna drukte je op opnieuw. Bij mij... Ik deed het vroeger, dan speelde ik Alstar. En dan drukte ik altijd zo doen waar we met de goed team aan spelen deden. Precies alsof ik niet meer opnieuw wou. En dan ging ik toch nog op opnieuw. Jonas, ik zit hier met een Shelly, een Jesse en een Colt. Want ik zit hier met een Frank en een Shelly en ik deed me super verongeluk tegen het muurtje. Oh. Wat gewoon wegrennen. Ik ga naar die karren moeten. Ja, pas op dit jaar. Ik wist dat hij het juist ging doen. Wat? Dat doet elke karel tegenwoordig. Maar nu komt Jonas. Wat doet Jonas? Wat doet hij? Nee. Ik heb het een beetje liggen. Oh, wat snel. Hoe heb ik dit kunnen overleven? Zoveel vragen en zo weinig antwoorden. Oh, nee, ik moest weg. Ik wil wegspringen, maar toen kwam die El Primo op mij springen. Ja. Dat was moeilijk om nog aan te snappen. Oh, shit.
Ik heb niet meer op opnieuw getrapt. Ik mag niet zien hoeveel coins ik krijg, want dan wil ik direct die doos openen. Doe ready. Wacht even, ik ga 75 strafpunten even op Nani gooien. Oh, ik heb 20 gems. Ik heb nu 40 gems. Ik kan Nani upgraden, ja. Ik heb Nani kracht level 5 en nog maar pas nieuw, namelijk 91 trofeeën. Huh? Brawler Noob is online. Mijn broer dat spelen in de map gewoon van de dag. Right. Dit potje moet ik winnen en veel damage doen en dan heb ik... Oh ja, niet naar daar gaan. Daar was ik de vorige keer heen gegaan. Holy moly, die Shelly doet zo damage. En nu doe ik super. Yep. Oh, die mortis heeft bijna geen HP meer. Nu dus zit die mortis nog echt in. Oké, okay, en lekker. Die is dood en die mortis zit helemaal links. Hier ergens. Ik zag ergens geschoten. Je werd ergens geschoten. Je kan... Volgens mij een boel. Je hebt een boel. Oh nee, Shelly is terug. Dit is Shelly. Oké, wacht. Ik zou heel even wachten. Nog voor iets zennen. Voor wie is dat die Chessie alweer naast mij? Zo, die heb ik. Oké, lekker. Ik kan er gewoon niet. Oh. Moeten we tegen bots? En zo low. En zoveel krachtpunten. Oh nee. Wacht. Ik ben een afstandsknop, dus in principe kunnen we die aan. Ja. Dus ik ga nu gewoon via de muurtjes schieten en dan kan ik gewoon nee, ja. En hoppa. Lekker. Heb ik genoeg damage gedaan? Oh nee, joh. Jonas, ik moet nog 58 damage doen. Ik was één keer unlucky. Ik moest nog 1 damage doen van de 160 schade. Druk anders nog op opnieuw. Ja, want... Al heb je daar nog een opdracht van. Ja, nee, ik moet dat nog doen en ik moet nog eens 1 potje winnen. Oké, dat zal nu dan wel lukken. Ja. En hoeveel potjes moest je eigenlijk in totaal winnen? 8. Oké, dan heb je in 1 keer 1000 tokens voorbij, net hetzelfde als mij. Ik had er juist ook 1000 tokens voorbij. Ja, net heb ik ook nog eens 1500 tokens erbij gehad. Wat zeg je? Tenet had ik ook nog eens in 1 keer 1500 tokens erbij. Hoe? Echt? Ja. Oh, ik ben heel low. En Primo is ook heel low. Maar ik ook. Nee! Kijk, go, de team is super low. Was er? Wacht, ik laat deze maar even liggen. Mm-hmm. Nee. Dat is super stom. Hoe zit je zo dat de hele tijd te bewaken? Heb je opeens zo'n persoon? Hallo! Bedankt! Ja. Nee. Ik zet mijn schild maar voor de zekerheid in. Oh nee, alweer dat die... Ik dacht dat die... Sandy naar rechts was gewandeld. Blijf staan. Die weten niet dat ze hier zit. Ja, lekker. Kijk, ga naar dat bos. En nu moeten we eigenlijk het beste Sandy killen, ja. Dat kunnen we nooit winnen. Misschien wel, heb je lag. Wat was er? Had je lag of zo, je behoort niet. Ja, ik kon niet meer wandelen. Oké, okay, nu heb je... Oké, Heb je al die opdrachten gedaan? Nee, ik moet nog 3 keer opnieuw spelen. Oké. Okay. Oh, dan krijg ik in 1 keer 1250 coins. Tokens. Maar waarom ga ik er toch telkens coins tegen? Huh? Ik spot?
Ik wou naar rechts schieten. Dus ik had mijn bandje zo naar rechts, maar ik schoot naar links. Huh? Ja. Vind ik ook al zo. Huh? Oh. Wie? Dat is precies mijn broer. Dat ik heb ook dan zo Lolo en ook die Care en ook als level 10. Zouden we tegen uw broer nu gaan spelen? Er zit niemand. Wat bedoel je daarmee? Dat we tegen uw broer nu gaan spelen, zelfs. Nee, die kans. Want Bram zit veel meer op PM. Ah ja. Lekker. Want ik bescherm wil wel even. Hier kunnen ze niks tegen van die zoekballetjes. Even kijken, kan ik het trek op doen? Oh, die was al weg. Stoute krol. Ik wil nog het team een beetje gaan poetsen. Oh. Wat? Blijf jij? Wacht, ik ga afwachten. Moeten gewoon afwachten, Wat die doet en dan nu. Oh, dat is. Lekker. Ja, hier, Dynamite. Hé, hey, die had je daar juist op gekild. Oh my god. Nee, die Dynabom. Nee, wacht, weg. Die had zijn gadget. Die had zijn gadget nog. Kom terug maar opnieuw. We deden het net tegelijk, Jonas. Echt? Ja! Ik kan wel de knokbal aan het spelen en ik drukte alle drie tegelijk opnieuw. En ik kwam. En weet je wat super grappig ook was? Ik had twee dezelfde tegenstanders als vorige game. Echt? Ja, twee dezelfde. Want ik herkende die naam nog. En dan ga jij voor het kistje. Oh, die naam is. Maar wij ook. Oh, nee, tornadootje. Nieuw. Oh! Nee. Die waren weinig in HP. Nog één keer. Hoeveel waren die? Weinig, hè? 280 en 1200. Oh! Nee, dit is echt zo'n stomme plek. Ja, maar wij spawnen bijna altijd hier op de andere kant. Maar ik weet niet dat je echt een max level had al. Oh, we gaan die roze proberen. Even kijken waar die heen gaat. Ja, oké. Oké, één diepje uit. Dat is graag ook. Oh, massief! Waarom is iedereen Edgar? En waarom zijn er zoveel Rico's over? Ik had die Rico nog! Was er? Dat ik die Rico nog had op het laag. Oké, nu moet je niet. Oh, ja. Ja, wacht, ik druk wel op het sluiten. Ik heb 1200. Ik heb drie dingen. Eerst een grote doos. 86 coins. Ja, dat is niks. 10 krachtpunten voor 8-bit. 30 krachtpunten voor El Primo. En 50 krachtpunten voor Jesse. Niks. Knokdoos. Oké, knok. 17 coins. 6 voor El Primo. En 10 voor Edgar. En de laatste? Wat is dat? Grote doos. 62 coins. Nee. 10 voor Brock. 10 voor Edgar. En 16 voor Shelly. Spijtig genoeg, niks. Oké, nu ga ik wel een andere. Ah nee, ik blijf bij Edgar. Ik moet nog. Of ga jij met Stoek
kijken hoe ik met in Solo Showdown met Sally speel? Nee. Oké. Welk... Ik vind Dynamite wel een leuk knap tegen Dynamite. We kunnen samen die opdracht doen. Die opdracht kunnen we nu doen opeens. Want daar een uitdaging wacht, hè. Oh ja. Oh, we krijgen... Oh, 3 keer knokbasketbal, 3 keer knok-out, 3 keer knokbal en dan krijgen we een nieuwe reactie. Oké, een sterk... Ik pak dan altijd El Primo. Ik pak altijd Gale. Gewoon Gale is superhandig hierin. Dus ik doe gewoon, als ik mijn super heb gedaan, dat ik dan sneller ga lopen. Ik zou de andere gadget doen. Ah ja, dan kun je die zo weg doen en dan heb jij de bal. Slim. Mm-hmm. Als die gaan scoren, ik kan met Gale die ook blokken met mijn gadget. Mm-hmm. Dat is echt een heel lang en lager. Ik heb een super. Ik ben zo jong. Iemand die wou zijn naam Oekraïne, maar die heeft een die had een spellingsfout geschreven. Zag je het? Ja. Die persoon is wel een laatste. Was er? Dat die persoon wel een laatste. Mhm. Iemand noemt stop. Lekker Supercell. Nee. Oké. Okay. Ja? Ik was op hoog niveau met Gale aan het spelen op een rustaccount. Uh-huh. En ik had de tornado neergezet en iedereen zat er dan zo bij. En zo, joepie, tornado zet. En wat ik toen deed was, ik ging naar die super doen en de muur kreeg die blazen tegen de muur en die kon je mee. Nee! Nu krijg je munten normaal. Ja, 100. Dat is wel handig, vind ik. Ja. Ik ga eens kijken of ik mijn knokker kan upgraden. Ik kan Gale naar 8 upgraden. Kan ik iemand hoger? Ik kan dat niet doen, want dan kracht je van 8 heb je eigenlijk niks, hè? Ja. Ik ga heel even 8-bit upgraden. Zou ik 8-bit pakken? Want die was ook wel goed in het vorige potje. Gooi ik mijn super neer ja, in het... Maar dan loop je heel traag. Ah ja. En dan kan je heel goed scoren. Mm-hmm. Nee, dat is ook wel een goed team als tegenstander. Oh, dan moet die mensen van de hier. Dat is van het omgesteld. Dat is slim. Welke? Oh, ik kon scoren, maar het lukte me niet. Oh! Oh. Nee. Huh? Is het hier nog een tandje scoren? Nee. Oh,
Grond is goed. Ik heb hier ook geen grond, dus dat is jammer. Anders had ik die al lang verpakt met de plaatsknokken bij je naar voren. Vraag aan je broer of die we kan meedoen. Lekker! Ik had minder dan een seconde tijd om te maken die bal. Echt? Ja. Oh, dat komt. Dat komt weer. Jonas, vraag zelfs of je broer kan meedoen. Dat is hele chaos. Ja. Oh. Wie doet er een... Pas nog mee, pas. Ik kan het... Ik zie de morgen van het volgende. Ja! 0-6 gewonnen. Zie. Wauw, dan had je 7 punten. Ja, ik heb 3 punten gemaakt al kiezen voor babyleven. En dit is wel heel veel van de pompen, want dit is popo-dubbeltuin. Nee, popo-tuin. Was er? Dat is popo-tuin in een kom. Ik zie er heel veel van de pompen. Maar niet meer. Wat? Zeg ja, dan... Ik heb de pogo de hele tijd gekregen en dan kunnen wij zijn aan deze. Dat is heel erg goed. En dan waren het ook heel goed. Oh, heb jij op dat account, Frank? Nee, ik ben niet. Kijk, Sevens. Nee, ik heb die niet. Lekker, ik kan die alle... Ik heb ze wel gekild. Pak de bal! En als die kleine bal is, of die een super pompen, kan jij dat de ding als die kerk zien? Ja. Dat kan niet. Maar Max is ook wel goed. Jonas, Max is ook wel goed, want dan kun je teamgenoten sneller laten gaan. Ja, Max is ook goed. Nee. Ik nog maar een paar seconden. Weet het. Ik kan nog maar een paar seconden. Hoppakee. Wij weten een goal gemaakt aan hun niet. Dat is gewoon klaar. Ik heb al mijn gadgets nog. Echt? Lekker. Ja. Nu gaan we knock-out. Oh, ik heb pijpen. Oh, ik heb bellen. Ja, sowieso. Ik denk die pakken dat die zo tegen de kantjes gaan botsen. En welke gadget? Een sterrenkracht? Deze. Deze sterrenkracht. Oké.
een vriend van mij die is nu ook begonnen met de, dinges. Met de uitdaging. Ja. Oh, maar nu krijgen we sterpunten. Oh, ik ga denk ik die sterpunten sparen en gewoon lijpe skin kopen. Op mijn hoofdaccount heb ik 44.000 sterrenpunten. Oh, kan... Ik heb een paar sterrenpunten als niks, hè. Ik heb een paar sterrenpunten, omdat je allemaal niet kan, maar... Ja. Ik denk Biep. Heb je nog Chinezen van Hongkong? Waar zijn het? Uit welk land komen die dan? Weet ik niet. Ik heb Amber. Oh, ja. Die Frank zit er nog. Ja. Allee. Wacht, ik zit terug een beetje naar boven. Oh, ik zag een trein. Die trein zit van onder normaal gezien. Die gaat naar boven. Oeh, dat is nermessen. Nee! Ik zie de Frank ook. Ja.